Iedereen weet dat die plak kapoenie roos is. Ja, iedereen weet dat die plak kapoenie roos is. Het is gelukt. Veel mensen zeiden, je hebt Ties niet begraven. Wel, toen hij deze video had geüpload, dacht ik van kijk. Jongens, wij hebben Ties begraven. Wie deed dit? Wauw. Ik upload 3 dagen achter elkaar, dan upload ik 3 dagen niet. Onvoorspelbaar, maar wel nice. Ik ben terug in België, ik heb nog geen tattoo op mijn kont gezet. Maar dat komt misschien wel, ik wil misschien een tatoeage hier zetten. Maar ik denk dat dat ook een dom idee is, maar we leven voor de domme ideeën. De afgelopen dagen zit ik heel veel in mijn bed s'avonds. En dan krijg ik zo zin om terug naar cartoons te kijken waar ik vroeger naar kijk. Dan heb ik het over Totally Spies, Winx Club, SpongeBob, Ed en Eddy. Andere gay shit die ik vroeger heel leuk vond. Foster's Huis of Fantasie Vriendjes. The Powerpuff Girls, Shit Snacks, Door, Courage. De Bange Hondjes Show. En waarschijnlijk nog fucking veel andere dingen. En hoe meer dingen ik opzoek daarover, hoe meer fucked up shit ik ook zie. Snap je? Ik ga even een dom voorbeeld geven. Alles wat bekend is, heeft een variant in de industrie. Dat woord is eruit gevloept. In de erotische filmwereld. Alles. Zelfde cartoons. En ik heb het niet over gewoon hentai of zo. Ik heb gedacht over een speelfilm. Ik weet het. Het klinkt belachelijk, maar het bestaat dus wel. Het klinkt gay en fucked up, maar dat is het ook. Snap je? Dat is de bedoeling ervan. Dit is de versie die iedereen kent, die ik 1000 keer heb gezien. SpongeBob SquarePants. Nice. Wat is dit? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ah! Is dit de beschimmelde versie van SpongeBob met een pedofiel en een spons? Hoe de fuck word je gecast voor deze rol? Waarom zou je dit ooit doen? Kijk, zo zien de mensen eruit die in pretparken zo in een pak zitten. Snap je? Meestal zo echt zo. Het lijkt wel op SpongeBob. Maar wat is dit? What the fuck? You must be a bird like SpongeNob SquareNuts. Come on now. SpongeNob SquareNuts. Ik weet niet of ik het grappig vind of fucked. Een beetje van beide, snap je? What the fuck? Voor de mensen die het nog niet doorhebben, of die een beetje traag zijn van, ik weet het niet. Er is geen leuke video of zo. Ja, voor sommige mensen misschien wel, maar. SpongeNob SquareNuts, waarin Sandy, SpongeBob. Ja, ik kan het niet tonen, jullie weten het. Mijn childhood ligt begraven hier ergens onder mijn bed. Ik vind het even vreselijk als jullie. Als je dacht dat het niet erger kon, Patrick doet ook mee in deze serie. Hij zit in een penispak of zo. Het is geregisseerd door Leroy Myers. Deze guy heeft hier waarschijnlijk geen prijzen van gewonnen, want het is fuck! Deze shit zou echt illegaal moeten zijn, snap je? Stel je voor, iemand van 8 jaar die elke dag SpongeBob kijkt, ziet deze shit per ongeluk op YouTube. Ik zeg je, het is niet moeilijk om te vinden. Dit is de regisseur van deze dingen. Leroy Myers. Hij ziet er geweldig uit. Weet je wat hij nog allemaal heeft geregisseerd? Game of Bones, Winter is Coming, The Power Suck Girls. Ja, ik weet niet echt wat ik moet zeggen op dit moment. Game of Bones, Winter is Coming. fuck! Je hebt Rick en Morty. Je hebt ook Dick en Morty. En zelf de regisseur. Dick! What up, June? Sound like Beth is lonely at all. I'm Mr. Meesex, looking... Ik heb allemaal vormen van kanker gekregen nu in deze fuck! Ik heb bebrecht aan alle regisseurs van Triple X films. Stop met cartoons te verfilmen en jullie dingen, want niemand kijkt naar die shit. Alleen psychopaten vinden het leuk om naar cartoonversies van... Ik weet dat het internet vol staat met fucked up shit, maar deze shit is echt... Echt heel fucked. En je hebt fucked up shit die opnieuw gemaakt is. Maar vroeger was er ook gewoon al fucked up shit op Nickelodeon en Cartoon Network en zo. Er was één programma die mij toen eigenlijk niet zo bang maakte. Omdat ik gewoon klein was en ik stond hyperactief als suiker en zo. Maar ik keek gewoon naar elk programma die erop kwam. En nu als ik er eens over terugdenk, dan is er zo één programma die echt gewoon... Ja, kijk, dat was horror. Er was één cartoon die echt gewoon horror. Dat was...
Courage, de bange hondje show. Over Courage, het bange hondje. Ik weet niet hoe het kan, maar dit legaal werd uitgezonden op Cartoon Network. Ik weet het, deze shit. Misschien als je er nu aan denkt, wel een leuke serie. Je moet eens één aflevering terugkijken. Ik weet het, die shit is fucked. Wauw. Het ziet er allemaal heel leuk uit, maar ik weet het, er is kinderhorror. Dit was echt kinderhorror, next level shit. Wauw. Ik weet niet waarom ik geen bange, fucked up shit in nachtmerries. Dit is fuel voor je nachtmerries. Courage, de bange hondjes show. Ik wil ook een fucking bange hond als ik naar die dingen kijk nu. Ik weet niet of ik daar vroeger wel naartoe kon kijken, maar wauw. Hoezo werd dit uitgezonden op tv? What the fuck? Ik snap ook niet hoe het kan dat dit uitgezonden werd op Cartoon Network. Want dit is echt fucked. You finished the whole thing. Dit is echt heel fucked. Feeling better, Mr. The name's Conway, my dear. And yes, thanks to you, I am on the road to recovery. The sludge really worked? Always does. But I'm still a little weak. Ja. Kijk, ik meen het. Ik heb vorige week één aflevering gekeken voor ik ging gaan slapen. Kijk, ik was niet bang. Misschien een beetje. Maar, ah, fuck. En dan die Totally Spies. Snap je, was eigenlijk voor meisjes. Maar ik keek daar ook naartoe. Ik ging nooit zeggen aan iemand dat ik naar Totally Spies keek. Maar ik vond het wel gewoon fucking nice. Als je een stoere jongen was, dan keek je naar Totally Spies. Maar dat wist niemand dat. Misschien wel de beste serie ooit. Wauw. Weet je wat het probleem is als je een serie maakt over drie mooie spionnen en strakke latex pakjes? Ja, inderdaad. Dat je daar ook gewoon... Ik wil het niet eens zeggen. Ik wil het ook niet bekijken of zo. Ah, fuck. Ik ben blind. Ik heb AIDS. Mijn ogen... Ah, fuck. Wat? De kank. Van mijn ogen er laten uitsnijden, maar oké. Zitten ze hier naakt in of niet? Zitten ze naakt in die latex pakjes? Dat gaan we nooit weten, snap je? Dat hebben ze ook nooit gezegd in die shit. Dat is iets dat je zelf moet ontdekken en ik denk het wel, maar ook. Ik weet niet of jullie Ed, Ed en Eddy nog kennen, maar dat was ook gewoon een van mijn favoriete series. En gisteren, toen ik aan het denken was wat voor video ik ging maken, vind ik ineens deze shit op Twitter. Ik moet toegeven, het is wel fucking hard. Maar het is ook fucked up tegelijkertijd, snap je? Er zijn 3D prints van hoe Ed, Ed en Eddy er in het echt uitzien. Dit is ook echt gemaakt door een Psycho, denk ik, want wauw, dit neemt alle leuke dingen van Ed, Ed en Eddy weg, snap je? Ze zien er alle drie retenstoned uit. Ze lijken op crackies. Na al die tijd heb ik misschien eigenlijk door waarin die kaakkrakers zit, snap je? Die zitten gewoon vol met crack. Dat is de reden waarom ze zo fucked zijn in elke aflevering. Die snoepjes, die grote kaakkrakers, het was geen snoep, snap je? Het is gewoon crack. Dat verklaart veel. Ik heb heel die serie nu opgelost in mijn hoofd. Ik weet waarom ze in elke aflevering zo fucking fucked waren. Crack. Zie je de gelijkenis? Ik ook niet, maar het is wel zo. Harde serie. Fucked up. Hard. Hard! Keihard! Maar duidelijk wel aan de crack. Duidelijk zitten ze allemaal aan de crack. Ja, dat was mijn leven vroeger. Voor YouTube, voor alles. Ik kwam thuis na school, ik speelde een beetje buiten. Ik ging in de zetel gaan zitten en ik keek naar Cartoon Network voor 3 uur lang. En het waren meestal gewoon allemaal afleveringen die ik al 1000 keer had gezien. Maar snap je, dat boeit niks. Als je de aflevering al 1000 keer hebt gezien, dan is die alleen maar leuker. En ik mis die tijd wel een beetje. Mensen gaan nooit weten hoe het is om naar cartoons te kijken. Nu kijken ze allemaal naar YouTubers. Ah, wat ook leuk kan zijn, snap je, maar jullie missen wel veel. Dus als jij nog eens een jeugdsentiment wil herleven, zoek dan gewoon op YouTube op wat je wil kijken. Alles staat op YouTube, van kut YouTubers tot cartoons van vroeger gewoon opzoeken. Ik kan ook gewoon naar mijn video's blijven kijken. Ook is het tijd om een beetje giveaways te doen van Aced sokken. Ik heb er nog een paar over niet veel, ze zijn allemaal uitverkocht, maar ik heb er nog, ik weet het niet, 10 of zo. Het is tijd om er een beetje weg te geven aan jullie. Kijk, ik ga het simpel doen. Like deze video. Like alles op, ik bedoel, volg mijn Instagram en zo. Like al mijn fucking foto's. De persoon die de leukste comment onder deze video zet, die iets te maken heeft met SpongeBob SquarePants. Ik wil eigenlijk boeide maar niks, zet gewoon iets leuks onder deze video. Krijgt een paar Aced sokken. Hey yo, schoenmaat. Woe! Leukste comment, volg mij op Instagram. Like deze video, subscribe, als je moet subscribe zijn. Volgende video ga ik weer sokken weg. Dus vertel het aan je vrienden. Leuk. Tot de volgende keer. Bitches. Iedereen weet dat die plakka poenie roos is. Ja, iedereen weet dat die plakka poenie roos is. Ja, iedereen weet dat die plakka poenie roos is. Ja, iedereen weet dat die plakka poenie roos is. Ik ken deze guy, ja. Snap je?
Ik heb deze video een beetje voorbereid. En toen dacht ik ook, maar ik herken dit eigenlijk van dat. Dit is de porno-acteur! Het is hem gewoon! Ah, fuck, als jullie hem herkenden, als er iemand in deze video aan het kijken was en wist wie deze guy was van het begin, ik ga het opzoeken. Ik ga het nu opzoeken, ik moet zeker weten, snap je? Ja. Hij is een porno-acteur.